vandaag wordt hier een cross-evenement gereden. We hebben een zevental klasses hier. Die oude cross die, bestaat al hier in Bonnebroek al een 32, 33 jaar. Het kost verschrikkelijk veel energie. Je begint in december al te organiseren om ergens in de loop van het jaar een wedstrijd te organiseren. Je moet heel veel mensen mobiliseren, naar de grondeigenaren. Ja, we zijn vroeger begonnen met een zwarte cross. En dat houdt in ja, plaatselijke jongens die een oud autootje umtunnen naar een crossauto. Een paal erin, crossbandjes erop. En dan ging het met geweld over de baan tegen elkaar aan. En leuk, voor de leek is fantastisch mooi. Maar door de vereniging, in de lijn, de verwachting, werd alles naar een hoger niveau geteld. Ook qua veiligheid en toestand. Dat ging niet meer, qua verzekering kon je niet meer rondzetten. Dus alles is wat naar een hoger niveau geteld. En dat houdt in meer aandacht, meer werk, meer kosten. Meer mensen die meepraten. Het is niet meer het plaatselijke gebeuren. Het is een landelijk gebeuren, eenheid. Bonnebroek is behoorlijk bekend in de crosswereld. We hebben een tweetal NK's kunnen organiseren. Hebben we de mogelijkheid toe gehad. We hadden een groot perceel waar dat mogelijk was. Wij zouden nog steeds graag nog een keer doen, maar het zit nog vast op grond. Je moet al gauw 15 hectare hebben om zo'n wedstrijd te kunnen organiseren. Dus en dat is op het moment niet aan de orde. Wij hopen nog altijd bij de gemeente Almelo om daar nog een mogelijkheid te krijgen op het RBT. Daar liggen een bul grond. Als het neus in dezelfde kant afwijzen, zullen we een geweldig iets mooi in Bonnebroek en Almelo kunnen neerzetten. En dan zijn we toe bereid. Wij hebben een stichting en een bestuurtje bestaat uit 8 personen. Daarnaast zit een hele groep mensen die losvast meehelpen. Dan hebben we een groep mensen van een 80 personen op de dag zelf. Die ons helpen tegen het andere spandiensten. En ook de baanposten en de hele toestand, de catering, alles wat er rondom hen gebeuren moet. Nou, die mensen die helpen de hele dag. En de zaterdag ervoor zijn een aantal vrijwilligers voor de opbouw van de baan. En dan vooral de loonwerkers, de grondeigenaren. Ik kan al die mensen geweldig bedanken.